Yo, mijn naam is Calvijn en ik vraag me vandaag af, kun je doen alsof je masseur bent? Terwijl je eigenlijk helemaal geen masseur bent. Ik ga het vandaag testen. Kun je doen alsof, kun je doen alsof? Op dit moment word ik omgetoverd tot masseur Peter. En masseur Peter moet er een half uur lang voor zorgen dat de mensen die straks langskomen echt denken dat ik een masseur ben, terwijl ik geen idee heb wat ik allemaal aan het doen ben. Mochten ze tevreden de zaak uitlopen, dan scoor ik een voldoende. Maar als ze tussentijds weglopen of ontevreden zijn, dan scoor ik helaas een onvoldoende. Aan het eind van de aflevering maken we de balans op, breken het gemiddelde en dan zullen we erachter komen of je inderdaad kan doen alsof je masseur bent, terwijl ik geen masseur ben. Ik ben Peter de masseur. Er komen straks gewoon mensen, die moet ik gewoon echt fysiek gaan betasten. De eerste klant komt zo binnen en dan ga ik het maar gaan doen. Wish me luck. Wat kan ik voor je doen? Voor mijn onderrug kom ik. Eerder behandelingen? Nee, ik heb dat altijd afgeslagen, maar mijn huisarts vond het wel nodig. Dus nooit meer. Ik denk, we gaan er maar voor. Ik zou u twee dingen willen vragen. Eén, om een glaasje water te drinken voordat we van start gaan. Oké. Moet je nou hier op of verdwaaien? Nou, dat mag je zelf bepalen. Ik drink altijd zelf even mee, voor het geval dat mensen denken heel, dat het rare, iets maar naar buiten. Dat is vrij standaard hoor. Dan mag ik u, wil ik u vragen om even om te kleden. Ja. Nee. Helemaal goed. Dan mag u plaatsnemen. Mag u met uw buik gaan liggen. En dan achter de radio. Zeker, ja. De gang. Dan ga ik heel even een handdoek hier overheen leggen. Dan zegt u onderrug, hè? Hier aan de rechterkant. Ja. Hier. Maar ja, ik voel het. Even kijken, hier. Ja. Dat doet pijn. Ja, sorry. Ja, dat zijn de. Dat. Ja, de onderrug, ja, daar voel ik ook inderdaad. Excuus. Er zijn dit ook lastige punten. Ja. Ja, dat is. Zoals ik. Dan gaan we het nog heel even een beetje los masseren. Dan pak ik heel even de nek en de schouders een beetje mee. Dan zijn we zo dadelijk ook klaar. Helpt mijn onderrug? Nee, dit is mij gewoon zodat het. Dat een afrondende fase. Okay. Zo, meneer. Dat is op zich duidelijk. U mag u aankleden. Oké. Okay. 9 van de 10 gevallen zijn dit de plekken waar. Nou ja, waar het zit. Dus dat is goed. Ik had wat meer verwacht, maar. Oké. Okay. Het is alleen drukpunten wat je hier voelt en daar, ja, daar zijn. Kom ik eigenlijk niet voor. Nee, het is. Het op is te lossen, maar. Nee, ik zit te kijken hoe diep de pijn zit. Zou jij het willen klaarmaken voor de volgende patiënt? Fuck. Oké, deze gast, die heeft gewoon echt rugpijn. Nou, het is een beetje raar. Oh, hoezo? Je drinkt eerst een glas water. Ja. Nou, dat vind ik al een beetje raar. En vervolgens alleen de drukpunten zoekt hij iemand bij mijn onderrug. Ik druk op een paar punten en hij shakt gewoon. Hij zegt ja, dat doet het pijn. Maar goed, hij zal wel expert zijn, dus volgende keer weer terug. Ik ben gewoon in mijn rol. Ik voelde op zich wel goed, maar ja, ik denk dat ik dan wel op een 7 ongeveer okay. blijf hangen qua het gevoel dat hij even PTD. Ja, precies. Dag meneer. Een hele goede dag. Dag. Peter, aangenaam. Ik zit sinds kort zit ik ook een beetje in deze business. En ik heb natuurlijk ook last van mijn rug en mijn nek. Dus, Geen tijd te verliezen dan. Dan gaan we mag u even omkleden, mag u broek aanhouden. Dat is wel een plan, dat ligt op mijn rug. Ah, voor hetzelfde geld. Ik weet niet wat voor praktijk het is. Ik zeg het altijd voor de zekerheid. Hè? Ja, mooi. Mag u op uw buik gaan liggen? Ja. Voelt u zich ontspannen op dit moment? Ja, best wel. Prettig, fijn. En hoe lang zit je al in deze business? Ik heb net de opleiding afgerond. Ik ben nu hier werkzaam voor ongeveer 4 maanden. Dus ik
ben begin dit jaar begonnen. Ja, dan gaan we even de drukpunten opzoeken. U heeft ervaring in dit vak ook. Ja. Ja? Voel u, bent vooral benieuwd naar de drukpunten. Ja, dan zit je geloof ik nog niet bij de drukpunten, maar nog niet uit. Ja, dat is niet zo... Je weet wel waar ze zitten, of niet? Jazeker, nou dat is natuurlijk bij iedereen weer verschillend. Ik voel dat hier... Dat is niet waar, hè? Je hebt natuurlijk de drukpunten. Die ik bedoel, die zou je moeten weten. Zeker als je in Maastricht of zo wordt gezeten. Jazeker. Ik hoop niet dat ik wat verkeerd zeg, want ik wil jou niet beledigen. Ik ben niet zo maar snel ik heb beledigd. Ik voel dat je nog heel erg moet wennen aan dit beroep. Want je zit dan bij mijn drukpunten, maar je zit niet bij mijn drukpunten. Daarom denk ik, hé, waar ben je mee bezig? Ja, kijk, nou begint het erop te lijken. Ja, dat is, ik doe alles op zijn tijd, meneer. Ik ben niet iemand die meteen overgaat op exacte plek. Ik bedoel, ik probeer even goed te voelen en te kijken. Doe ik echt niet misschien, meneer, misschien is het goed als u even stil bent. Het eerste wat je doet is me aaien als een meisje. Nou, dan denk ik, maar ja, je bent een kerel, kom op, pak me een beetje anders kerel. Dan vraag ik om de drukpunten. Ja, dan denk ik, maar eigenlijk weet je wel wat je doet. En dat zeg ik niet uit belediging, dat zeg ik uit ervaring. Dat zeg ik niet uit kritici, dat zeg ik uit ervaring. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ah, dus jij denkt dat je goed bezig bent. Ik probeer jazeker. Het over te geven, maar ik zit hier een beetje van op te kijken, heel eerlijk gezegd. Meneer, u mag even overeind komen. Okay. We zijn klaar met de sessie. Dan mag u zich even aankleden. Zo. Ik denk dat het goed is om nog een vervolgafspraak in te plannen. Nou, ik ben heel eerlijk, ik ga geen vervolgafspraak maken. Oké. Okay. Gaat het niet worden, vriend. Eerst okay. Net een jaar, volgens mij neem je een beetje de maand. Volgens mij word ik een beetje in de zaak genomen. Ik weet niet waarom, maar... Oeh, dat vind ik wel een zorgelijke kwestie. Hij is zo'n kerel. Zo Amsterdammer komt hij zo, nou ja, ik kom hier even kijken of je wel goed masseert, ja. Hoe was het voor u? Ja, niet best. Niet best? Hoezo niet? Nou, ik heb het gevoel dat ik niet echt weet wat hij doet. Hoezo ga... Waarom? Waarom ben je hier? Heel eerlijk gezegd, ik begrijp niet hoe hij zijn opleiding opgaat. Nee. Hij weet dus een beetje van masseren af. En dat is kut. Zou je het in een cijfer... moeten... Een 4. Een 4? Ja, probeerde het. Maakt u het? Ja, prima. Heeft u nog klachten? Heeft u ergens... Overal. U mag even omkleden. U mag uw bovenkleding uitdoen. Mm-hmm. Broek kan aanlaten. Kom lekker liggen. Dit soort massages moet ik eigenlijk vaak doen. Ja, dat is... Dat ik weet precies hoe u zich voelt. Sommige mensen vinden het heerlijk. Maar veel mensen... kunnen daar ook lastig tegen. Ik ga het even droog maken. Het is een iets wat korte sessie. Voor nu is het gewoon even dat ik weet hoe uw lichaam eruit ziet. En waar de bepaalde plekken zitten. Ik denk dat ik wel een redelijk beeld heb hoe uw rug eruit ziet. Mm-hmm. En dan kunnen we kijken of er een vervolg komt. Ja, is goed. Ronald is echt een fucking lieve man. Stel, u zou het onder een cijfer moeten bevatten. Ik vind gewoon het karaktertje Peter de masseur. Vind ik gewoon echt makkelijk. Meneer, heeft u specifieke klachten? Ik ben mijn kleine teen een beetje alsof het branderig is of zo. Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar even naar kijken. Goed, dan gaan we ons vooral even fixeren op de voeten. En heeft u daar dan het idee dat u blijvend last heeft, of is dat dan een bepaalde periode? Nou. Oké, de laatste jaren niet meer. Heel veel voorgekomen. Ik ben gewoon iemand zijn voet aan het masseren. Dat is niet goed.
Het is een gekke methode, maar als u nog last heeft, dan kunt u ook altijd yogi drinken. Yogi is een beetje vreemd misschien, maar daar zitten bepaalde stoffen in, wat dan vrij snel voor een herstellingsproces zorgt op de korte termijn. Mag u zich weer even omkleden? Hoe was het voor u? Ja, even wennen. Ik weet het niet. Ah ja, hij genoot er wel van volgens mij. Stel, u zou het een cijfer moeten geven. Wat zou je het dan geven? Ik denk een cijfer. Ik heb geen idee. Echt geen idee. Wat de fuck ik aan het doen ben. Martijn, welkom. Zou ik jou mogen vragen om je even om te kleden? Sport je veel? Ja, een beetje hoor. Ben je wel van plan om weer te gaan sporten? Ja. Oké. Okay. Goed. Ik voel wel wat spanning in de nek. Studeer je of werk je? Nee man, ik ga je doen. Sorry, daar kan ik iets meer kracht bij zetten. Mag u even... Had ik nog even een andere olie op, één moment. Volgens mij herkent hij mij. Ja, hij neemt dit echt niet serieus. Volgens mij weet hij echt wie ik ben. Ik ga er maar gewoon het beste van maken. Een moment. Dag meneer. Ik zie wel eens zijn. Excuus. Niks. Was er iets, is er iets aan de hand? Nee. Ging er iets verkeerd of? Nee. Zou ik het gewoon zeggen als je klaar bent? Excuus, ja zeker. Verder zijn we wel klaar voor vandaag, denk ik. U mag u even weer aankleden. Ja. Om het gaan opruimen? Ja zeker. Eén moment. Pak ik nog even de laatste. Zo, hoe was het voor u? Ja, het was grappig. Hij heeft me door, jongen. Hij weet, hij kijkt me aan, hij weet gewoon wie ik ben. Ja, ik herkende zeg maar diegene die dit deed. Hij ziet gewoon, zelfs door dit ziet hij gewoon nog steeds dat fucking ik het ben. Ik ben Peter. Oh. Of niet? Nee. Niet Peter? Niet Peter. Niet Peter? Nee. Niet Peter? Nee. Kut! Teringlijn. Je zag het. Kut. Nee, helaas. Maar was de massage enigszins prettig? Ja, gewoon om wel een beetje je goed gevoel te laten geven, was het wel redelijk. Ja, ik heb het wel slechter gehad. Oké. Dat is een goeie. En toen ik bovenop je ging zitten? Dat was wel een beetje ongemakkelijk. Ja, dat is zeker. Er mag wel iets meer aandacht besteden aan mijn hoofd. Oké. Okay. En onderrug. Oké. Okay. Soms wel eens even last. Dan beginnen we even aan de onderrug. Dan gaan we een klein beetje omhoog. Goed. Een moment, er is iets te lang. Is het zo goed? Ja, dat ligt goed, maar de machine gaat even iets te ver omhoog. Ja, zo. Volgens mij. Ja, oké. Nou, dan gaan we nu beginnen. Oh, okay. Soms heeft hij even een soort leven op zich. Oh, ja, dat gaat weer omhoog. Dat is goed. Oké, meneer. Mag ik u vragen om een keer goed in en uit te ademen? Kijk, dat is al beter. Even op zoek naar eventuele knopen. Kunt u even omdraaien? Kaaklijn loopt op deze manier en daar zit één, dat noemen we scheve rectumlijn.
De scheve rectumlijn die loopt richting de ogen. Nou ja, op het moment dat u de scheve rectumlijn masseert, zorgt het ervoor dat er een instante reactie ontstaat richting de schouders. Mm-hmm. En op het moment dat de schouders dat ontvangen, dan ontstaat er een soort rust en een beetje comfort, waardoor dat eigenlijk weer automatisch doorloopt naar de rug. Er zit een belangrijke plek ook rondom de oren waar de slaap zit. Mm-hmm. De slaap. Dus dat wou ik u nog even laten voelen. Okay. Ik ga even een nieuwe olie halen, ja, voor straks. Gert was echt een fucking lieve man. Maar volgens mij dacht hij echt dat ik een masseur was. Ja, nou, het had wat langer gemogen. Dat sowieso. Maar goed, als het helpt, dan. Ik op een gegeven moment zei ik scheve rectumspier. Hij noemde een aantal termen waar ik nog nooit van gehoord heb. Oké. De rectum is gewoon je anus. Maar ja, dat geloofde die gewoon allemaal. Stel, u zou het een cijfer moeten geven. Wat zou je voor cijfer geven? Nee. Een 7. Dus zelfs als je gewoon bullshit lult, gewoon dingen zegt die helemaal niet waar zijn, zelfs dan is het geloofwaardig. Jazeker. Kun je doen. Alsof je masseur bent. Ik denk dat ik echt het beste heb gedaan wat ik kon doen, want ik heb totaal geen verstand van dit vakgebied. Iedereen heeft een cijfer gegeven, het gemiddelde daarvan. Laat me zien. Ja, papi! Oh. Mocht je nog een beroep hebben waarvan je denkt, Calvin, probeer dat de volgende keer. Laat het weten in de comments, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer weer. De groeten.